Hallo. Ik wil jullie even iets vertellen over de moderne sample sets van Sonus Paradisi. Vroeger waren de sample sets in stereo of surround, wat ze noemen. Surround, dat houdt dan in vier kanalen. Dus heb je stereo voor en stereo achter. De moderne sample sets die hebben zes of zelfs acht kanaals. En dan kun je dan voor iedere kanaal kun je nog een aparte box doen in een ruimte. Maar ook met een koptelefoon kun je daar leuk mee spelen. En voor ieder kanaal klinken de samples natuurlijk anders. Bijvoorbeeld als je dicht bij het orgel staat, dan heb je veel directer geluid. En als je achterin de kerk of kathedraal staat, dan hoor je het allemaal veel wolliger en veel ruimtelijker, want je krijgt alle reflecties. Ik wil jullie daar een kleine demonstratie van geven, hoe je dat kunt instellen, heel simpel, met de zogenaamde mixerconsole. Ik heb nu het zonneorgel sample set van Sonus Paradisi geladen. En ik zal jullie eerst een stukje laten horen hoe het optimaal, zeg maar, achterin de kerk te luisteren is. Dus dan klinkt het heel diffuus allemaal. En dan zal je merken dat als het muziekspel een beetje snel gaat, dat alles vervloeit. Hier komt een klein stukje. Het is nogal wollig. Nu kan ik hier bij de mixerconsole, heb ik het zo ingesteld dat de rear, de achtergeluiden zijn benadrukt en het diffuse geluid is een beetje midden in de kerk of kathedraal. Als ik dat nu helemaal omdraai, ik ga verder naar het orgel staan en achter gooi ik helemaal anders, dan klinkt het zo. De nagalm, die zit er nog wel in, maar zeg maar de staccato van de front direct samples, om maar zo te zeggen, die zijn nu wat geprononceerder. Zo kun je dus, naar je wilt, kun je stoeien met defecten. Ik heb nu alles op master geïnstalleerd, dus alle klavieren die hebben hetzelfde effect. Maar je kunt ook zeggen, het rugwerk, dat zit helemaal vooraan in het orgel, die wil ik wat directer hebben. En de andere, het bovenwerk, dat wil ik wat meer, dat straalt naar achteren, daar wil ik wat meer een ander karakter. En dan kun je zelfs heel extreem doen. Bijvoorbeeld, als ik het bovenwerk hou ik direct, of het rugwerk, en het bovenwerk, maar het zwelwerk, die doe ik helemaal anders. En dan doe ik het bijvoorbeeld zo. Nou, ik alleen het hoofdwerk.
En daar kunnen we bijvoorbeeld een wat stoeien. En door dan het hoofdwerk bijvoorbeeld nu heel wollig te maken, dus die de koppelingen uitzetten, want anders zijn ze met elkaar in contrast. Dus nu halen we alle koppelingen weg. En die kan bijvoorbeeld zwelwerk met hoofdwerk combineren. En die kan ik dan heel wollig zetten. Hoofdwerk, zwelwerk is dan wollig. En deze. En dan kun je dus